En dan nu? Het belangrijkste voor een overheid is niet om de dingen te doen die mensen iets slechter of beter zelf ook al doen, maar om de dingen te doen die op dat ogenblik helemaal niet worden gedaan. Hallo kijkers, er zijn heggetjes en heggetjes in deze stad. Je hebt ze in alle maten en soorten. Er zijn hoge heggen, er zijn lage heggen, er zijn muurtjes met hegjes en er zijn wintergroene heggetjes ook. Een typische heg in deze stad is de heg voor de trappen bij het station. Die is er in drie verschillende fases neergezet en ook weer weggehaald. Zoals u weet bedenken de verkeersspecialisten in Nijmegen graag oplossingen die weer minstens twee nieuwe problemen veroorzaken. Werk hebben en werk houden heet dat. We hebben het er al eerder over gehad. Dan was er een probleem en dat heette bezoekers naar het nieuwe Doornroosje. Iedereen die het station uitkomt loopt eerst deze hoek in en dan dwars langs en over de bushaltes en komt zo bij de ingang van Doornroosje. De kortste weg. Dwars door het heggetje. Daar zijn al twee olifantenpaadjes gemaakt, maar dat terzijde. Nou is dat een beetje lastig voor die bussen. Dus wat is er nu bedacht? Bezoekers die met de trein komen moeten hier linksaf de stoep volgen en dan zo omlopen naar Doornroosje. En om te voorkomen dat er toch nog een kortere route genomen gaat worden, komt er, u raadt het al, een nieuwe, bredere, hogere heg. Bedankt voor het omlopen en tot de volgende week. Sinds kort staan er ook nieuwe informatiezuiltjes her en der in de stad. Leuk gedaan, alleen deze staat een beetje vreemd. De mensen die de plek hebben bedacht, komen nooit op het station.